Meneer Van der Heijden, hoe zit het nou met die vouchers? Nou, formeel is het zo, <coughs> is het zo dat als reizen of vluchten uh, geannuleerd worden, dat de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij dat geld moet terugbetalen aan de klant. Maar daar zijn wij momenteel niet toe in staat. Wij kunnen niet. Al die geannuleerde reizen terugbetalen. Want dan valt eigenlijk de hele reiswereld, de luchtvaartwereld valt gewoon om. Dus hebben we de vouchersystematiek bedacht. En dat, wordt, en dat wordt nu gedoogd door de Nederlandse overheid. Maar het mag formeel niet. Dus iedere klant die nu naar de rechter stapt, zal uiteindelijk van die rechter gelijk krijgen. Wat de Europese Commissie nu gedaan heeft, die heeft gezegd. Beste lidstaten, dus ook beste Nederland. Uh, jullie moeten gaan handhaven. Want uh, volgens jullie eigen wetgeving en volgens onze eigen richtlijnen moet die klant zijn geld terug kunnen krijgen. En in eerste instantie hebben ze toen gedreigd met een zogenaamde inbreukprocedure, dat Nederland voor het Europese Hof gedaagd zou worden. Om ervoor te zorgen dat uh, ze uh, uh, inderdaad ervoor zouden zorgen dat er gehandhaafd werd. Dat werd ingetrokken. En op basis daarvan zei minister-president Rutte, nou, er is niks aan de hand, want uh, we krijgen geen straf, dus we kunnen gewoon. Gelukkig doorgaan met die vouchers. Dus het mag niet, maar we krijgen geen straf, dus we doen het wel. Ja, en dat is, daar ben ik heel blij mee, met die houding van Rutte. Want die vouchers is onze lifeline. Als wij geen vouchers kunnen uitgeven en alles moeten terugbetalen, dan staan we morgen uh, bij de curator uh, en uh, moeten we ons faillissement aanvragen.